was ik natuurlijk na al jullie verhalen al enorm aan het nadenken. Althans, ik deed een poging tot nadenken. Maar wat is nou eigenlijk mijn intentie? Want ik heb daar van tevoren ook helemaal niet over nagedacht. En dat ging daar ook helemaal niet. Want ik was gewoon enorm aan het luisteren naar al jullie verhalen. En bij mij was het eigenlijk gewoon in mijn bovenkamer helemaal leeg. En dat was eigenlijk best wel een fijn gevoel. Dus wat er komt, dat komt dan nu ook echt helemaal spontaan in mij op. En het is mijn intentie om nog meer vanuit mijn diepste vertrouwen te leven. Te leven en te ondernemen en te zijn. En dat voelt alsof het al een tijdje flink op de proef gesteld wordt, dat vertrouwen. Doordat er van alles gebeurt. Ja, zoals er in ieder leven van alles gebeurt. Ik heb wel eens het idee dat er in mijn leven altijd heel veel gebeurt. Ik weet ook niet wat dat is, maar ik zei dat tijdens de lunch ook. Of zeg, ik heb af en toe het idee dat ik 5 levens tegelijk aan het leven ben of zo. Dat het gewoon een beetje veel is. Maar ik heb ook het idee dat komt doordat ik gewoon steeds meer waarneem. Dus daardoor kan er in een kwartier soms al zoveel gebeuren dat wel een hele dag lijkt. Dus soms heb ik mijn lief 's ochtends nog gezien en dan zie ik hem 's avonds weer en dan lijkt het net alsof daar al dagen tussen zat. En zo blijft wel elke ontmoeting helemaal nieuw, moet ik zeggen. Dus dat is wel heel fijn. Dit jaar staat er huisvesting voor mij op de planning. Ik moet namelijk mijn huis uit. En ik merk dat dat behoorlijk raakt aan mijn basis van vertrouwen. Is er dan straks wel een huis voor mij? En ik heb namelijk financieel niet echt ongelooflijk veel mogelijkheden. En dan druk ik me zachtjes uit. Dus ik kan qua hypotheek een grote schuur kopen. Maar daar wil ik niet echt wonen. Dus dat is niet mijn plan. En qua huur is ook behoorlijk uitdagend. Want dan wordt me soms voor een huur van zoveel 100 per maand wordt me dan gevraagd om te laten zien dat ik 5 keer zoveel kan verdienen als die huur. En dus dat is ongeveer waar ik tegenaan loop in de realiteit. En ja, dus dan is het heel interessant om dan te voelen van oké, dat is dus wat er gebeurt. En tegelijkertijd voel ik in mezelf 100% vertrouwen dat het er toch is. Want dit gold namelijk vorig jaar ook. En toen heb ik ook een huis gevonden. Alleen toen wist ik dit nog helemaal niet. Soms is kennis ook niet altijd handig. Dus ja, openheid heb ik het idee dat ik voel me eigenlijk wel heel erg open en heel erg vrij. Ik heb net tijdens lunch zitten vertellen met een man aan tafel dat ik nog wat meer mag zakken in de acceptatie van mijn lijf. Dat is iets waar ik me nog niet helemaal vrij in voel. En nou, daar ben ik allerlei stapjes in aan het zetten, ben ik bewust mee bezig. Dus dat is wat betreft openheid voelt dat eigenlijk, ik voel me echt heel open. Weet je, als ik dat zo op die manier kan delen zonder ook mijn enige rem, ja, heel fijn. En nou, dus vertrouwen. Dus dat is mijn intentie voor dit jaar. Echt 100% in het diepste vertrouwen wat ik heb mogen zakken. En dat dan ook gespiegeld zien in de buitenwereld. Want zo is het. Zo binnen, zo buiten. Ja.